Hier zagen we de vernielingen in het Amsterdamse bos, beschadigde bomen, bewegwijzering kapot. Het is wel heel duidelijk dat de softe manier van actievoeren was vergeten. Ze nemen het Amsterdammers kwalijk dat ze te weinig doneren voor het Bostheater. Dat ze te weinig storten om dat theater in stand te houden. Dat is natuurlijk wel jammer. En toen kwamen de beelden. Is dit waar iedereen bang voor was? Heftig. Heel heftig. Doelwit van terroristen. Ze zeggen dat ze het treinverkeer hebben belemmerd, hè? Ja. Alweer een tik voor de spoorwegen. Oh, nou, daar weet ik helemaal niks van. Nee, daar weet ik echt helemaal niks van. Nee. Nee, ja, ik heb zelf geen last van het zaterdag. Dus, Schade lijkt wel mee te vallen, maar als je toch ziet hoeveel beter die bosgebouwers zijn, hè, dat ze hun eigen leven op het spel zetten, dat is gewoon een schreeuw om hulp. Wanhoop.